Ik ben wapenadjudant van de Marechaussee. De schakel tussen de Marechausseeraad en de werkvloer. Ik ga veel werkbezoek om een goed beeld te krijgen van wat er binnen de organisatie speelt. Het is geen kantoorbaan. Een dag als vandaag is voor mij een dynamische dag. Waarbij ik dus veel in gesprek ben met collega's. Daarbij dus ook hoor wat er leeft en wat er speelt binnen de organisatie. En wat mij weer helpt op het moment dat ik in Den Haag in vergadering zit met de collega's al daar. Ik ben ooit gestart binnen Defensie als dienstplichtige bij de infanterie. Ik kom uit een blauw politiegezin en die combinatie maakte het gewoon voor mij mooi om uiteindelijk bij de Marechaussee aan de slag te gaan. Ik ga morgen met de brigadeadjudant van de brigade Veluwe op dienstreis naar Roemenië, waar onze collega's van zijn brigade aan het werk zijn. Om ook dat contact te houden met de werkvloer ben ik zelf, zoals we zeggen, ook IBT gecertificeerd en draai ik zelf ook nog wel eens een dienstje mee op de auto. Als stafadjudant zijn wij de smeerolie in de organisatie, omdat we eigenlijk door heel die organisatie heen bewegen. En daar waar eventueel knelpunten zitten, dat signaleren en daar ook een oplossing voor bieden. Ik kom vanuit mijn functie eigenlijk op alle plaatsen binnen de organisatie. Zowel in het binnenland als ook in het buitenland. We hebben hier vandaag de lancering van de menukaart Diversiteit en Inclusiviteit. Een onderwerp wat binnen de Marechaussee belangrijk is. En bij die lancering daar wil ik graag bij aanwezig zijn en kijken wat over dat onderwerp te vinden is. Er wordt van de mensen van de Marechaussee wordt zeker wat gevraagd, hè, omdat we juist op de verschillende momenten juiste beslissingen moeten nemen. En dat kan soms ook beslissingen zijn die echt in een split second genomen moeten worden. Nee, de collega's kunnen inderdaad op sommige momenten echt spannend werk hebben. Ja, de Marechaussee is gewoon een mooie organisatie waar ik ook gewoon waanzinnig trots op ben en daarbij deze functie mag uitvoeren. Waar fantastische mensen werken, ja, die staan als het erop aankomt.